OG Fortnite is eindelijk terug in Fortnite. Het heet nu Fortnite Reload. Het is echt mega vet. En ik ga jullie deze video 30 geheimen laten zien die in Fortnite Reload zitten. Gebruik even code TIS in de Fortnite eindgroep om mij te supporten. En dan gaan we nu gewoon gelijk beginnen. We beginnen deze lijst met de meest overpowerde chest in Fortnite Reload. Want je hebt namelijk 0,01% kans dat je deze chest pakt met allerlei exotic wapens, jongens en meisjes. De kans dat je deze krijgt is echt insane klein. Mensen dachten dat het een foutje was. Totdat Fortnite zelf geconfirmed heeft dat het inderdaad echt in die games wat echt insane vet is. Maar met Fortnite Reload, jongens, meisjes, hebben we natuurlijk ook Tilted Towers terug. Maar we hebben ook echt de OG Tilted Towers terug. Want in OG Fortnite hadden we natuurlijk dat Trump Tower weg was. Maar eindelijk is hij dus teruggekomen in Fortnite Reload. Ze hebben dus geluisterd naar onze feedback, wat echt insane is. Dus we kunnen eindelijk weer gebruik maken van hoe OG Fortnite, ja, Tilted Towers echt was. Insane vet. Ik zou het zo gewoon gelijk gaan spelen als ik jou was, als ik nog niet heb getest. Maar, jongens en meisjes, wat ook terug is, is de Mythic Goldfish. Je krijgt namelijk een hele kleine percentage kans dat je de Mythic Goldfish kan pakken. Maar hij zit in Fortnite Reload. En dat betekent als je iemand ermee raakt, je hem instant killt. Wat echt heel erg vet is. Maar we hebben natuurlijk de map, de Fortnite Reload map, hebben we natuurlijk ook de Motel POI. Die heeft natuurlijk ook in chapter 1 gezeten. En ja, hij ziet er anders uit, dat klopt. Want in chapter 1 was de motel helemaal kapot. Alleen Fortnite heeft hem nu gefixt. Ze hebben hem helemaal netjes gemaakt. Zelfs het zwembad is gevuld met water. Dus het is toch nog een happy end voor de Motel POI natuurlijk. Maar jongens en meisjes, buiten de Highset Exotic wapens om, hebben we nog meer lijpe wapens. Want je hebt namelijk kans op allerlei mythics in Fortnite. Midas en Drumgun zit erin. Je hebt namelijk de Chuck Chuck Mythic die erin zit. De Foundations MK7. En er zijn nog meer wapens die erin zitten. Dit zijn alle wapens die je kan krijgen uit chesten, wat echt super nice is. Maar dat is niet het enige, jongens en meisjes. Want we gaan namelijk door met reboots. Want je kan namelijk rebooten. Daar kan je de tijd van afsnoepen. Want als jij wordt gereboot en je een kill maakt terwijl je dat doet, gaat er 2 seconden van die tijd af. Plus als je de kill nog eens finisht, gaat er ook nog eens 4 seconden van die tijd af. Wat echt insane vet is natuurlijk. Maar dan moeten we even naar de zwembad, jongens. Want in het zwembad zijn namelijk wat dingen aangepast. Vroeger waren dit alle regels. Niet duiken, geen wapens, geen alcohol en ja, geen plezier hebben. Maar dat is nu veranderd naar alleen niet dijven. Waarom? Fortnite Lego is natuurlijk een dingetje. En daarom moet alles kindvriendelijk zijn. En daarom, ja, zijn de regels dus aangepast. Kleine oog voor detail. Klein geheimje natuurlijk, wat best wel grappig is. En daarom mag je dus ook niet meer plassen. Wat ja, eigenlijk ook niet kindvriendelijk is. Maar jongens en meisjes, we weten natuurlijk allemaal dat Fortnite Reload geen solo game mode heeft. Je speelde eerst alleen squads. Dat is natuurlijk nu wel aangepast door Fortnite, wat heel erg nice was. Want Fortnite had al aangepast dat in plaats van alleen squads je ook duos kon doen. Dat zit nu in de game. Maar in de fails is ook gevonden dat wij dus inderdaad nog, ja, trio's gaan krijgen. En hopelijk ook nog een solo. Ik zou dat heel erg nice vinden als solo's ook zou komen natuurlijk. Maar Fortnite Reload neemt nu echt alles over, jongens en meisjes. Het is nu een van de meest populaire game modes in Fortnite. Fortnite had het ook wel even nodig. Want als je kan zien, is het zelfs populairder dan Battle Royale. Wat echt insane vet is. Je hebt namelijk even niet de auto's. Je kan oude POI's terugvinden. Wat natuurlijk gewoon heel erg leuk is. En dat komt natuurlijk ook omdat de zomerupdate van Fortnite aankomt. Waarbij ze dus op vakantie gaan. Dus waarschijnlijk hebben ze gewoon expres dit gedaan, zodat ze weten dat dit goed uit gaat pakken. Ze hadden natuurlijk al aangekondigd dat OG Fortnite terug ging komen. Alleen dan op deze manier. Maar wat ook terug is, jongens en meisjes, zijn deze standbeelden. Eindelijk zijn deze grote standbeelden met chesten eromheen weer in de map. Er zijn er 3. Eentje met normale hoofd, met voeten en een snor. En er staan dus altijd 2 of 3 chesten omheen. Want dit is ook het enige seizoen Fortnite Reload waar weer een chest span van 100% is, jongens en meisjes. Je kan elke chest die altijd spant, altijd vinden, wat gewoon heel erg nice is. Plus, jongens en meisjes, de loot op de Fortnite Reload map is groter dan op de normale map. Natuurlijk echt insane vet is. Dus je kan gewoon altijd een chest vinden. Dat is natuurlijk altijd prima. Altijd helemaal top, vooral als je ook gereboot wordt. Maar jongens en meisjes, ik heb al gezegd dat er heel veel dingen veranderd zijn en ook geheimen zijn. Namelijk deze cave bij Tilted Towers. In chapter 1 hadden we daar inderdaad een cave zitten waar je kon healen. Maar in Fortnite Reload is hij terug met een bunker eronder. Ik weet niet wat Fortnite steeds heeft met deze aparte bunkers toe te voegen. Maar misschien dat er iets mee gaat gebeuren. Misschien dat we de Fortnite Reload game mode echt in de gaten moeten houden. En dat we daar misschien ook een live event gaan krijgen. Want ook in Lego Fortnite is het aangepast. Dus ik ben heel benieuwd wat er dus gaat gebeuren met deze dingen. Maar jongens en meisjes, als we naar de loading screen kijken of de background van dit seizoen, dan valt het heel erg op. Want dat dit seizoen van Fortnite Reload. Hij is namelijk hetzelfde als de Chapter 3 Seizoen 1 loading screen. 1-op-1 is hij nagemaakt. Heel erg vet gedaan. Misschien weer een teaser voor iets wat er aan gaat komen. Ik weet het niet. Maar wat ook eindelijk weer terug is, jongens en meisjes, is de OG. Ja, de echte OG Optimus Prime. Hij is weer op het eiland. Hier begon alle theorieën over dat er ooit een samenwerking met Transformers zou komen. Die is ondertussen al lang geweest. Maar de OG, ja, variant staat weer terug. Beter dan toen hij eigenlijk gezonken was. Dat hij weer terug is.
is op de map natuurlijk wat gewoon insane vet is, jongens en meisjes. Maar wat nou, jongens en meisjes, als ik jullie nog een geheim ga vertellen die jullie nooit aan gaan zien komen. Want er gaan nog meer wapens komen, nog meer OG items zoals granaten, glider repro, jetpacks, ballonnen, rift to ghost, al dat soort dingen gaan naar Fortnite Reload komen. En ik ben echt heel benieuwd hoe groot ze Fortnite Reload willen gaan maken. Want als granaten ook weer terugkomen, gaat dat echt voor heel veel chaos zorgen, kan ik jullie alvast vertellen. Maar er komen ook steeds meer mythics, jongens. Want we gaan namelijk de Shockwave Mythic krijgen. Er moet nog een Mythic Charge Shotgun komen, die er waarschijnlijk wordt toegevoegd. De Mythic Grappler en de Mythic Drumgun gaan allemaal komen. Echt insane wat er te wachten staat voor Fortnite Reload. En hoe groot deze game gaat worden, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar de ijzeren lama is ook terug in Fortnite Reload. Hij staat precies op dezelfde plek. Ook dit keer weer met loot erin. Dus als je daar gaat droppen, wil je nou bezoeken, kan je 100% een chest spawn vinden. Mocht er natuurlijk nog niemand geweest zijn. Maar wel wat kleine nieuws, wat wel wat slechter is. Wel een klein geheimpje. We hadden natuurlijk dit voetbalveld, jongens en meisjes. En dit zwembad. Dit zwembad hebben ze schoongemaakt. Er lagen eerst auto's in chapter 1. Maar hij is nu gevuld met water. Klein geheimpje. Het voetbalveld, wat het minder leuke nieuws is, is weg. We kunnen dus helaas niet meer voetballen, want ze hebben daar een tweede zwembad van gemaakt. Ik weet niet waarom Fortnite dat gedaan heeft. Heel erg jammer. Ik vind het heel erg balen. Of een basketbalveld hebben ze van gemaakt. Sorry. En om even bij het basketballen te blijven, je kan ook eindelijk weer basketballen. Want ze hebben die mythic game mode aangezet, dat je dus die emote kan gebruiken en dus ook inderdaad gewoon in die hoek kan gooien, wat insane vet is. En wat ook vet is, is dat het hoogste punt van de map weer terug is. Althans, het hoogste punt. Dit was altijd het hoogste punt. Alleen Fortnite heeft hem veel kleiner gemaakt, zodat je ook in zero build erop kan klimmen. Wat natuurlijk heel erg lijp is. Dus ja, je kan er gewoon landen. Daar heb je die vlag en een chest. En wat niet is gekomen, is dit gebouwd zoals POI. Want dit zou eigenlijk een POI worden in Fortnite Reload. Het heeft te maken met Stranger Things. We hebben natuurlijk al een keer een Stranger Things samenwerking gehad met Scoops Ahoy. En natuurlijk deze portal, zeg maar. Maar eigenlijk zouden we dus in Fortnite Reload deze POI krijgen. De Hawkins National Laboratory. Maar die is er niet gekomen. Fortnite heeft dat idee geschrapt om het dus echt zo OG en Reload mogelijk te houden. Wat natuurlijk echt insane vet is. En vind ik heel erg grappig natuurlijk. Maar wist je ook dat de OG deurgeluiden terug zijn in Fortnite? Ga maar even een deur open doen in Fortnite Reload. Dan hoor je dat oude geluidje. En wat ook terug is, jongens en meisjes, is deze boom. Deze boom was in chapter 1 een heel bekende plek. Want heel veel mensen landen daar altijd, omdat er altijd 3 of 4 chests spawnen. Die spawnen er nu ook weer. En daarna kon je naar gewoon Wailing Woods of naar een andere POI pushen. Dus ik zou zeggen, check deze boom. Want je hebt altijd gegarandeerd chillen loot. Wat natuurlijk gewoon heel erg nice is. Maar we zijn nog niet klaar, jongens en meisjes. Jullie denken al van chests, wat vertel je allemaal. Wist je nou ook dat je als je in Fortnite Reload iemand gaat reviven, dat 10 keer sneller gaat? Helemaal als je dit als squad doet, dan gaat het bijna instant. Als je met 3 man iemand revivet, gaat dit zo tandoe snel dat het letterlijk maar 1,5 tot 2 seconden duurt. Wat echt ongelooflijk snel is natuurlijk. Wat ook snel is een crashpad gebruiken. In Fortnite Reload, als je erop springt en jump tegelijk, kan je heel erg snel naar voren gaan. En als je dat blijft doen, heb je een hele snelle rotatie door een map die heel erg klein is. Dus ik denk dat het een van de beste rotatiemethodes is op dit moment in Fortnite. Dus ik zou dat sowieso testen als ik jou was. Plus, iedereen heeft een soort van aimbot in Fortnite Reload. Namelijk, jouw wapen reageert anders, waardoor je veel meer en makkelijker raak schiet. Wat natuurlijk gewoon heel erg lijp is voor als jij heel veel kogels mist. Dus je kan nooit meer het excuus geven dat jij scheef bent. Dus ik zou zeggen, ga dat sowieso checken. Maar wist je dat de umbrella dit keer eruit ziet alsof jij wordt gekild? Namelijk, als je wordt gekild, had je natuurlijk die blokjes. En daarom ziet de umbrella er dit seizoen ook zo uit, wat heel erg lijp is als je de victory umbrella haalt. En jongens en meisjes, als je nu weer bij een oude POI voor de eerste keer dropt, hoor je de OG Fortnite sound, wat heel erg lijp is. Ga het zelf gewoon proberen, ga het zelf luisteren, want het is echt gewoon een hele OG vibe die je ervan terugkrijgt. Laatste geheim, jongens en meisjes, is deze vis. Als jij voor deze vis gaat staan en gaat bewegen, gaat dansen, beweegt die mee. Dat was in chapter 1 ook zo. En zelfs in Fortnite Reload heeft Fortnite dit gedaan. Dit waren 30 geheimen. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Ga OG Fortnite of Fortnite Reload, hoe je het wil noemen, spelen. Het is super leuk. Gebruik mijn code TEASE en tot morgen bij een nieuwe video. Later, jongens.